Hallo, I'm Denise en het is weer tijd voor een van mijn favoriete series op mijn kanaal, namelijk mijn alter ego, want ik hou ervan om mezelf een totaal andere look te geven met hele andere make-up dan wat ik normaal draag en vooral heel ander haar dan wat ik normaal draag. Ik heb vandaag een pruik die jullie eerder in de video waar ik al mijn pruiken ging laten zien al kort omhoog heb gehouden, maar die heb ik dus nog nooit opgehad. En dat is deze wit-blonde pruik. Het is echt een beetje een Marilyn Monroe lengte. En hij is echt nou grijs. Dus ik ben heel benieuwd ja, of dat er inderdaad fashionable uitziet of dat ik er ook direct heel oud uitzie. Met de make-up van vandaag probeer ik mezelf in ieder geval een beetje een classy, chique look te geven. En ik denk dat ik wel voor een neuspiercing ga in de vorm van een klein steentje. Hoe ik die bevestig en zo, dat laat ik ook allemaal straks zien. En daarnaast heb ik de afgelopen tijd ook make-up opgestuurd gekregen. En ik dacht, waarom zou ik het niet gebruiken in mijn nieuwste alter ego? Dus ik heb hier een hele box van NYX, oftewel NYX in de volksmond, met allerlei foundations erin. En ik gebruik nooit foundation, dus ik ben heel benieuwd om dit te proberen zo meteen. En ik heb ook een heel mooi glitterig eyeshadow palet gekregen van Urban Decay hier. En daar zitten heel veel kleuren in. Dus doe alvast een duimpje omhoog als je zin hebt in deze alter ego. Vergeet niet om te abonneren. En dan gaan we gauw naar de look. There we go, iets dichterbij. En ik begin met de foundation. En in deze doos, dat had ik wel al gezien, zitten ook kwasten. En er zit een basis bij, maar zo heet het niet. Een primer zit er dus bij. En een heerlijke kwast, die heb ik ook al even zo uitgeprobeerd op mijn huid. Dus ik begin met de primer. En dat gebruik ik ook serieus echt nooit. Ten eerste vind ik het altijd heel leuk om dit soort dingen te ontvangen. Vooral omdat ik het nu ook echt ja, in een video kan gebruiken. Dit breng ik even aan. Oeh, heerlijk zacht. Over mijn hele gezicht. Oh, je voelt het al. Ja, nee. Dit is de goede hoeveelheid. En nou zitten er 5 foundation kleuren in de doos. Een donkere, een hele lichte en 3 kleuren ertussenin. Ik denk dat ik de lichtste moet. Dus we hebben deze kleuren. Daar gaan ze allemaal. Ik heb de 3 lichtste er even uitgepakt. Oké, ik twijfel tussen die allerlichtste en deze. Ik maak even de dozen open. Deze heet trouwens Light Clear. En dat, ja, ik ben wel echt heel licht, hè. Dus ik neem die. Heel zenuwachtig ben ik om foundation op te doen. Oeh! Dit is de perfecte kleur! Of is die iets te licht misschien? Oh, hij is wel heel dekkend, zeg. Oh my god, ik gebruik dit nooit. Jeetje, ik heb veel te veel. Even goed uitsmeren. Ik weet denk ik al waarom ik nooit foundation gebruik. Omdat ik een beetje sproeten heb en die zijn gewoon helemaal weg dan. Waardoor ik mijn gezicht gewoon heel anders vind. Foundation lips. Dan gaan we nu naar de contour. En daar heb ik meerdere producten voor. Want dit potlood zit ook in het doosje. En dat is een micro contour. Dus een pencil. Een potloodje eigenlijk om dus je lippen een beetje te contouren. En je neus. En bij mijn neus vind ik het inderdaad nooit echt lukken als ik het met een kwast of zo doe. Dus daar ga ik zeker dit potloodje voor gebruiken. En voor de rest van mijn gezicht, daar heb ik dit palet voor. En dat is een cream palet, een highlight en contour palet. En die heb ik stiekem al een beetje uitgeprobeerd. Want ik hou zo van contouren. Ik vind het nog steeds een beetje lastig. Maar ik weet dat je gezicht er ook enorm van opknapt. Dus vooral nu het echt zo helemaal zonder sproeten en alles is. Dus. En voor het shapen gebruik ik dus deze, nou wat zullen we zeggen, een beetje een ertussenin bruine kleur. En dat doe ik gelijk met mijn kwast. Oh kijk, zie je, ik heb genoeg. Zo, een beetje ronddraaien. Dit zijn trouwens heerlijke kwasten. En misschien had ik het ooit al verteld, maar voor de nieuwkomers. Deze kwasten die heb ik op de Zwart Janstraat gekocht bij een Chinees winkeltje. Dus je denkt misschien, dit zijn Real Technique brushes, maar niets is minder waar, want ze zijn gewoon ja, van de Chinees. Dit is echt wel een hele mooie kleur, vind ik, voor dat shapen. Wat vinden jullie?
Ik doe dit nu al een tijdje, jongens, en ik ben heel benieuwd of jullie het nog steeds leuk vinden, mijn alter ego. Of dat ik iets moet veranderen, of dat ik een ander element moet toevoegen daaraan. Zoals dat jullie dingen mogen bepalen, dat ik bijvoorbeeld op Instagram zo'n poll doe. Dat zie ik ook nu bij mensen voorbij komen en denk ik, oh ja, dat is misschien wel leuk. Dus als jullie dat soort dingen willen, laat het me allemaal maar weten, want ik heb genoeg pruiken over. Ik moet wel zeggen, nu ik die foundation op heb, zie ik hier duidelijk het verval toetreden. Ik zal het zo aan jullie van dichtbij laten zien, als ik het durf. Je blijft niet voor eeuwig jong, zie ik ook wel aan mijn huid. Wauw, I love it. Wat je toch al niet kan doen met contour. Dan nu de neus, want ik heb een aardige neus, als in dat die best wel breed is. En die wil ik wel even wat smaller laten lijken. En ik heb serieus echt nog nooit daar een potloodje voor gezien. Oeh, kijk. Het is een heel breed potlood. Tenminste, het vasthouwgedeelte. Hier bij het middelste plaatje, dat ga ik helemaal namaken. Ik ga vanaf hier naar beneden. Oeh. Jeetje, oh. Dit zo volgen. En dit eigenlijk een beetje zo inkleuren. Oh, dit is helemaal in een V'tje zo ingekleurd. Oh, zo zou ik er met een dunne neus uitzien. Ik vind het heel eng, Pinocchio. Even uitvegen, dat doe ik weer met die kwast. Trouwens, nu ik aan Pinocchio denk, met mijn broertje vroeger, keken wij altijd een bepaalde Pinocchio film. Echt een hele oude, een rare cultversie. En die vonden we heel eng. Nou heb ik een bruine neus. Dit is beter. Dan zie je toch dat ik het heb gedaan. I don't see the difference. Tot zover de neus. Dan ga ik heel even terug naar dat cream palet. Want daar zit ook een highlighter in. Ik hou trouwens van cream producten. Ik had namelijk laatst een fotoshoot. Toen zei die visagist, een jongen was het, die me opmaakte van dat hij eigenlijk alles met cream producten deed. Omdat het heel natuurlijk eruit ziet. Ik doe heel even een klein beetje vaseline trouwens tussendoor. En dan richt ik me op mijn wallen. Want die ga ik heel even een beetje contouren. En dan kijk ik gelijk even of ik nog plekjes op mijn gezicht heb. Een beetje met mijn vinger. Verder zie ik eigenlijk helemaal geen plekjes meer. Dus die foundation is wel heel dekkend. Dan gaan we over naar de wenkbrauwen. En daar gebruik ik gewoon mijn oude vertrouwde H&M wenkbrauwpotlood voor. Dus hier zijn ze. En dan kunnen we overstappen naar een van mijn favoriete onderdelen, namelijk de ogen. Voor de basis ga ik een kleur gebruiken uit mijn Heat palet van Urban Decay. Ik ga eventjes voor hier Chaser en die breng ik over mijn hele ooglid aan. Oh jongens, en als ik dit palet gebruik, dan denk ik dus gelijk weer aan The Desert, waar ik ooit een video opnam met dit palet, toen ik hem net had gekregen. Het was bij Joshua Tree Park. En als ik daaraan denk, dan denk ik, eigenlijk zou ik deze zomer weer daar naartoe willen. Oeh, kijk. Oké, dat zit erop. Even gauw aan de andere kant. En die hele donkere kleur ga ik ook even aan de onderkant doen. Of nee? Nee, wacht. Want ik wil namelijk in de crease hier ook een soort overgangskleur aanbrengen. En dat doe ik met heel donkerblauw, dus die pak ik er even bij. Dit is de kleur, komt uit een ander Urban Decay palet, een limited edition. Schrik niet, want ik ga hem zo heel mooi laten vervagen natuurlijk. Ik wilde eerst deze blauwe kleur ook aan mijn onderste ooglid doen, maar ik denk dat ik dat maar niet doe. Oké, daar gaat hij. Ik pak lekker mijn blending kwast erbij. En dat is mijn oude vertrouwde van de HEMA. Oké, zo ziet het er nu van dichtbij uit. En ik ga er nu mascara overheen aanbrengen. En ik ga een klein beetje mijn wimpers wel krullen. En wat ik zo ook even ga doen, en dat doe ik omdat ik toch een beetje door die pruik aan Marilyn Monroe moet denken, is de moedervlekken die ik heb al op mijn gezicht een heel klein beetje aanzetten met mijn wenkbrauwpotlood. Daar gebruik ik een bruin potloodje voor van H&M. Kijk, je ziet ze hier, maar totaal niet goed. Dus ik ga ze even aanzetten.
Nou, dat kan toch best, hè? En dan mag ik eindelijk de lippenstift opdoen van Estée Lauder. Hij heet Hot Rumor en de kleur is ook echt hot. En ik denk dat deze zo mooi staat bij dat witte haar. En omdat ik dan die donkere ogen heb, ja, hoop ik dat het allemaal mooi zo in verhouding is. Oké, ze zitten erop, de lippen. Ik ga een heel klein beetje uitzoomen, want dan zien jullie mijn haar hoe het before is. Tada! En nu ben ik altijd heel bang dat de postbode ineens aanbelt. Dat heb ik echt al heel vaak gehad. Dat ik net in mijn glittertrui sta of iets. Het moment waar we allemaal op gewacht hebben, is daar. Ik zal jullie even de binnenkant laten zien, want dan snap je waarom het altijd zo lang duurt. Er zitten 3 clips in en een soort zo'n BH-haakje om hem strak om mijn hoofd te doen. Dus vandaar dat ik hem even altijd recht moet zetten. Maar daar gaat hij, jongens. Ik duik weer naar beneden. Ik gluur even naar mijn... Oeh! Oh, die kleur! Zo mooi! Oh, hij zit zo mooi bij mijn hoofd. Wow! Oh, deze kleur, staat het me? Dit is precies de kleur die ik zo geweldig vind. Maar ik ben dus, jongens, de piercing vergeten. En die wil ik echt heel graag nog even opdoen. Dus ik pak even snel. Kijk, dit had ik laatst bij Primark gekocht. Met allemaal steentjes. En de piercing zit erop. En ik moet zeggen dat ik het heel leuk vind staan. Misschien doe ik dit wel. Ik hoop dat ik hem goed geplaatst heb. Maar ondanks dat ik best een lange neus heb, vind ik het best wel gaan. Wat vinden jullie? Laat eens even weten. Dan heb ik weer wat nieuws. Laat me sowieso even weten in de reacties wat je van deze look vindt, wat je van de kleur vindt, welke pruik je wil dat ik volgende keer opdoe. En dan kun je even in de beschrijving video kijken waar je uit kan kiezen, want ik heb ooit al de pruiken al laten zien. Dus praat er nog even over door in de reacties, doe een duimpje omhoog en vergeet natuurlijk niet nog even om te abonneren als je dat nog niet had gedaan. En dan bedank ik jullie heel, heel erg voor het kijken, jongens. Super bedankt. Tjalaas!